Fab, fab, fabulous over de brug. Hallo mensen van mijn kanaal, nieuwe Let's Play. Ik ben hier met... Ja, Anna. Anna, ja. En? Karin. Ja, wauw, wat zijn jullie enthousiast. Kom, paard, kom. Nee, ik ben moe. Ik heb morgen een saai presentatie. Oh, nieuwe school. Alleen, Scar, als je het maar uit je hoofd had... Voor fucking derde jaar die er helemaal niks kunnen. Hé, hey, Scar, als je het maar uit je hoofd had om mijn Karin te gaan noemen, hè? Kimmy. Dat is goed. Ik ga wel tolten. Ik ben zo snel. Ik vind groen zo super cute staan. Ik haat groen, maar ik weet niet waarom dit zo cute is. Wij zijn ook even fuck. Ik wil wel, ja, ik heb twee IJslanders gekocht. Dit is Pop Time. En ik heb de lichtbruine en die heet Summer Melody. En Annabelle heeft ook de grijze. Ja! Ja! Ik heb nog maar 500... En ze heeft wel de snelste IJslander nu, want die is uitgetraind. Jezus Christus, je haalt me zo woes in. Ja, dat weet ik. Ik hoef nog maar 4 leveltjes. Ik heb precies welke je wilt hebben, dus deze. Welke ga je kopen? De lelijk best, met die vlekken. Deze. Die lelijk best. Welk die? Ja, die lelijk best. Nee, oh, die is cute hoor. Nee, ik vind die echt lelijk. Kan je bij Quickstar. Ik heb ik heb fucking een zebra. Ik heb deze. Ik wil hem, ik ga hem, ik... Rain. Ik noem hem Rainbow, nee. Nee, Jessie, niks met regenboog, want dat is mij. Jij kunt mij niet dwingen. Ik ga het dwingen, anders ga ik je account hacken. Ik weet niet eens hoe dat moet. Een mooie draad. Jesse, ik doe mee aan de map van iemand die meer dan 1000 abonnees heeft. Cool. Ik was de eerste. Cool. Moet je mij slaan, Kim? Oh my god. Ja, gedaan. Ik heb hem. Hij heet Rainbow Dash. Godverdomme, die mag ik je niet. Waarom niet? Het is van My Little Pony, jongen. Ik heb een My Little Pony. Ja, jongens, dat wil ik ook een persje noemen voor mij. Nu ga je negeren. Nou. Ik zie jou bij Steve. Ik ga mijn nieuwe peers pakken. Over een hey, Karen. Yo. Is dat die ene die bij ons in de groep zit? Biasa. Fuck jou, Amber. Hè? Hoor ik iets? Oh my god. Oh, daar is hij. Cute. Waarom staat hij? Dit is zo random. Altijd veranderen de paarden van plekken. Maar dat is dan plek, dan verandert één paard. Oh. Beter uit. Ik kom er nu uit. Ik ga het groene tuig even op. Oh, ze hebben hoefijzers. Die moet ik eraf halen, want ik verzamel ze. Oh, ik ben bang. Als ik ze ooit moest verzamelen, had ik er 80 van. Dan had ik er nu 26. Ik heb Rainbow Dash. Oké, is er al uit. Ik hou echt precies in de gaten dat ik je goed kan vragen. Jess zit bij mij gewoon in de groep, hoe dan ook. Wat? Oh, hij is zo cute! Ja, alleen dit tuig staat hem voor geen ene flikker. Oké, ik ga hem andere haar geven, want deze haar is niet mooi. Wat? Ik wil kort. Ik hou van kort, koep. Je bent gewoon diermishandelaar. Nee, ik bedoel geen knotjes, hè. Oké, daar ben je wel. Ik vind het schattig. Ik heb wel een paar van knotjes. Dat is echt cute. Ja, ik bedoel deze korte manen. Oh ja, dat is wel cute. Nee, dat is gewoon mishandeling. Jij sorry, bent mishandeling. Je moeder. Jij bent mishandeling. Je moeder is mishandeling. Daar kom je toch niet, ja, mishandeling. Ik ga voor dit beest tuig kopen. Wie gaat er mee naar winkelcentrum? Ik ga niet mee, want ik ga het kopen. Doei. Dag. Wacht. Ik ga wachten. Ik moet
even snel aan mijn paard pakken. Wacht. Ik heb een heel leuk idee. Wacht daar, oké. Oké, het groene tuig past wel op mijn... IJslander, maar niet op mijn... American Paint Horse. Wacht. Kom maar, je Angel of, kom hier. Amber, waar ben je uitgelogd? Is Amber uit het gesprek, Kim? Ja. Ah, jammer. Oké, maar ik kom met zwek. Ik vraag me waar ben gehoord. Wow, hier ging ineens. Nee. In het rood, wauw. Ja, daar kun je me heel goed herkennen. Ik vind deze echt schattig. Want ik zie hem bij allemaal mensen in opnames. En dan denk ik, waarom heb ik die niet gekocht? Kijk, dan hebben we allebei cuties. Jouw is nog gewoon fucking sneller dan mijn ook. Hè? Maar het komt dat meiden niet een heel klein beetje blij is ook. Je bent helemaal gelukkig. Ik ben blij, ja, inderdaad. De rest van de starcoins bewaar ik tot nieuwe knolbeesten. Tenzij ik ineens een paard heb van, ik denk... Oh! Maar de paarden die ik echt heel graag wil hebben, heb ik nu. Oké. Ik moet zo meteen mijn paardje gaan trainen en ik moet 5 weken wachten. Op wat? Ja, dan kan ik pas weer iets doen of zo, want ik heb nu maar 500. Ik voel me zo, ja, jullie waren altijd de rijke tatas met de IJslanders. Nu kom ik en dan zijn jullie ineens zielige sloebers. Maar jij krijgt gelijk ook weer heel veel. Omdat ik ervoor gewerkt heb. Ja, ik kan lekker werken, kijk, ik ben pas 10. Ik ga even wandelen met mijn paard. I don't give any fuck. Ik ga gewoon. Ja, je moet je zien. Dat is echt cute. Je moet gewoon even lekker gaan wandelen in deze tijd. Ja, kun je zien of vlug... Ja, we moeten toch 2 minuten wachten. Dus wat kunnen we gaan doen? Ja, wandelen. Oh, dit is zo cute. Ik ga hem zadel afdoen. Ik vind dit tuig echt niet bij hem passen. Hij moet zwart, donker, net als jou, met het rode. Het rood lijkt hem wel cool. Ik heb een rode fantasy set. Ik ga vrij sessie doen. Kom maar. Ja. Kom maar. Oké, ik kan ook echt gelijk heel irritant doen. Ja, maar je moet ook niet in elkaar gaan lopen. Dat is echt zo stom. Ik kom even gezellig naast je staan, wachten. Oh, zo cute. Oh, zo cute. Oh, hij heeft zo'n rare nek. Ik ga hem aaien. Oh, wat lief. Oké, maar ik kan nu nergens mee, dus je moet even rechtdoor lopen. Oh, red, even door me heen, jongen. Ja, dag. Doei, bitch. Wacht, kan ik zwaaien als ik loop? Ja, dat kan. Oh my god. Zie, dat, je moet zwaaien als je loopt, want dan zwaait hij met het handje waarin de teugel zit. Het ziet echt heel fantasy uit. Joe, kijk naar de teugels. Wacht, wijzen. We gaan wijzen. Ja. Ik wijs ook echt recht. Wow! Zag je? Snel, de bus! Wow, de bus! Kom mee, lieverd. Ik was aan het wijzen en ineens de bus door me heen. Ik ga gewoon mijn paard hier achterlaten. Ja, sorry paard. Vaarwel. Nu zijn we te grote groep. Dat vind ik echt zo irritant. Ja, echt hè. Oh, we zijn moe. Ik niet, ik heb morgen vrij, dus ik kan lekker lang uitslapen. Oh ja, ik heb soort van vrij. Ik hoef echt dan, woensdag, we gaan altijd van van 9:15 tot kwart over. Ik wil eerst even leuke beestbeschermers en zo kopen. Tot dan... kwart over 12 en nu zijn we van 9:15 tot 11:45. Geluk mee. En we gaan toch niet eens werken. Dus ik kon beter gewoon lekker blijven slapen. Maar ja. Ik moet even ook groene peesjes hebben voor mijn IJslander. Voor die met je match te krijgen. Ik ga gewoon letterlijk mee. Ik ga gaat gewoon kijken voor spullen. Ach, ik weet niet. Angel of zo. Ik vind Angel of zo'n fluffy hoofd hebben. Past op zich wel bij.
Ik moet ga even uit het winkelcentrum en dan kan je me straks maar gaan verrassen. Deze nemen. Ja. Even kijken. Het is Scarlet Wolf valietje. Vraag me. Maar eerst is er nog de zon. Ik voeg zo terug toe. Oh my god, er zijn nieuwe pacebeschermers. Dus allemaal zo. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Oh, mijn hele opname glitchte net. Oké. Roze! Nee, ik ga eerst even. Oeh, deze wil ik. Die ga ik ook kopen. Deze wilde ik al heel erg. Ik ga naar Steve toe. Oh nee, wacht. Ik moet die. Oh nee, toch. Doe je best. Ik ga even tuig kopen voor paardbeest. Paardbeest. Ik heb serieus gewoon een hele kerstboom opgevreten. Oh mijn god, ja, ik heb hier nog ergens zo'n reo liggen, maar ik ben te lui om het nu te gaan pakken. Oh, ik ga niet te veel starcoins uitgeven. Ik ga nog ongeveer, te veel. Ik geef maar 500 starcoins uit. Jij had toch de allerkortste manen voor je paard? Ja. Ik heb dat ook gekocht. Ik vond het te fluffy. Ja, dat is echt super cute. Ik moet echt even tuig hebben voor dit beest. Ik ben benieuwd. Ik weet niet wat ik op hem wil hebben. Wacht, ik ga even kijken of deze beestjes bij deze passen. Serieus, hè? Ik had vanochtend had ik nog 10.000 jorvertunning. Weet je hoeveel ik er nu nog heb? Nul. Nee, 2.625. Ik ben echt een verbrasser. Waar heb je tijd aan gegeven, denk je? Spullen. Ja, gewoon echt letterlijk aan eten eigenlijk bijna alleen maar. Maar ook aan wat spulletjes. Ik denk dat rood wel bij hem staat. Ja, rood staat hem heel leuk. Daar koop ik wel van. Nu snap je waarom rood mijn lievelingskleur is. Ja, maar het staat gewoon op dit paard. Maar het staat bij heel veel paarden heel erg cute. Ja, maar bij deze staat het echt cool. Deze dekje is lelijk, maar het ontwerp is zo cool. En hoe heet dat paardje? Rainbow Dash. En wat is bijnaam? De achternaam? Dashie. Mm. Ik zou hem gewoon My Little Pony noemen. Ja, ik geef mij eigenlijk nooit bijnamen. Oh, ik ken zoiets van mijn IJslander Rekja, dat paard van. Weet je van mijn neusje. Maar weet je wat ik. Ja, dat heb ik alleen bij Morgan, dat ik hem Gigi noem. Weet je wat ik heel leuk vind? Paardrijden met plezier, die filmt hetzelfde manege als waar ik heb gereden. Oh ja, ik ken haar, maar ja, ik weet niet zo wat ik ervan moet vinden, weet je? Voor mijn school, toen was zij er ook. En toen was meneesje de Burgt, was een paar paarden er ook. En toen hebben we gewoon een paard gereden op het schoolplein, wij met z'n tweeën. Wat leuk. Wat maakt het? Wat? Een heel lelijk zadel. Dat is jouw verjaardagscadeau voor mij. Waarom heb ik geen mooie zadels voor dit beest? Ik zou echt die zwarte kaltische. Wacht, hoe heet dat ding? Ja, maar daar heb ik al een van. En ja, dan doe je dit toch, jongen? Maar ik wil wat anders. Dit is hetzelfde als het zwarte kaltje zadel in oranje. What the fuck? Ja, die is mooi. Nee. Jawel. Oh. Ik heb echt letterlijk gewoon nog steeds niet die huur voor de paardenmarkt gedaan en zo. Ik ook niet. Ga ik zo direct even doen dan. Ik ben daar nu mee bezig. Ik ga even kijken voor leuke hoofdstellen. Wat als wist als ik een leuk hoofdstel zie. Dat wow. Ik ga serieus doen alsof Starcoins niet bestaan. Ik moet direct maar mijn nare tengels afblijven. Oh, deze wil ik. Nee, ik wil hem ook. Ah, wat dit is zo'n moeilijke keuzes. James, paardenmarkt, dankjewel. Ik moet zo ook nog die paarse lichten doen. Ja, alles voor de story quest. Maar als je die kan je die echt alleen volgende week doen? Ja. Oh nee, dan kan ik hem sowieso niet. Ik wil deze ook wel even mee. Kun jij hem sowieso wel doen? Ja, want ik heb alles al gedaan. Ik zie het.
Zal ik eens even kijken hoeveel ik nog moet? Je hebt het niet weten, want ik doe het nooit bij hun. Je mag er maar één meenemen per keer. Spannend, ik moet hem echt helemaal vinden. Nou, ik ben geliefd. Dat is goed. Maar kon je dat maar gewoon met starcoins kopen? Nou, ik vind wel dat ik een leuk setje heb voor hem. Alleen moet ik wel eventjes moet ik even die sokjes uitdoen, want hij heeft nu een groene set met roze sokjes. Als ik voor 500 starcoins gewoon letterlijk 100 kon kopen, had ik het gewoon echt gedaan, hè? Oh ja. Yeah. Dan krijg ik echt gezegd, fuck you starcoins. Ik ga nu eventjes een verleuke kleren kopen. Ik ben echt een geldspendeerder. Heb ik geld, geef ik alles uit. Yep. Maar dat is elk kind gewoon. Dat is... Oh mijn god, nee. Mijn hele winkelcentrum glitchte hem. Oh. Ik kan de winkel niet in. Ja, nee, hij doet het weer. Ik ben uit de toren gedonderd. Oh, ik kan gewoon... Oké, okay, what the fuck. Ik stond letterlijk en toen zei hij... Ik ben ook echt helemaal beneden. Ook gewoon echt in de grond. Oh, deze is zo. Ik hou alles op alles zetten om eruit te komen. It might take a while. Heb je al wat of nog steeds niet? Jezus. Oh, ik wil deze. Ja, nu heb ik het hele ding weer terug. Jippie. Ik wil heel graag een western set. Ik heb een western set. Cool. Ik ga er binnenkort voor kijken. Ik word echt bang van de uitsmijter, ik zweer het je. Ik koop echt fucking veel, jongen. Ja, dat merk ik. Drie paarden en een tuig. Ja. Yeah. Drie knolletjes en een beetje tuig. Ik heb soms zo'n irritant, probeer ik een accent na te doen, maar dan hou ik er ook gewoon niet meer op, dat vind ik leuk. Oh ja, ik moet nog steeds foto's sturen van alle lichten per dag. Ga ik zo even doen, mijn telefoon heb ik weer gevonden. Ik heb echt maar één vaste cap, voor de rest hoef ik niet echt andere spulletjes. Waar is mijn team lacht? Nee, dat komt morgen wel. Nou, ik heb ze, ja. Ja. Ik haat paarden soms zo erg. Nee. Ik vind die missies bij die paardenmarkt, ik kan die mensen die daar, zitten echt burger voor. Als dat komt tenminste. Met de stomme jij, dan moet je zoeken in mijn hoofd. Ik ben echt blij met mijn IJslanders. Oh, wacht, ik ga kijken. Dat was volgens mij... Ja, dat was... Wat is? Ik moet rode peesjes voor hem hebben, want hij heeft nu alles groen, maar... Ja, deze wel. Deze. Oh, jee. Hey. Waarschijnlijk komt er een meisje bij, is dat goed? Ja, voor mij wel. Als het maar niet echt druk is, want ik ben even aan het opnemen. Dus, dit was mijn Let's Play. En wat zeggen we dan, Kim? Bedankt voor het kijken. Goed zo. Oh, ik ben echt creepy hier. Doei! Ik doe helemaal... Nee, mijn paard! Nee, wat? Mijn paard duwde me van de brug af. Fuck paard.